Goedendag kijkers en welkom bij een interview dat we gaan hebben met de directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de heer Stephen Gonish. Nou, Suriname is in de ban van de ACS-conferentie. Dat duurt van 6 tot en met 9 mei. Ook onze national carrier die heeft daarbij ook een belangrijke rol te vervullen en kan een belangrijke rol van betekenis spelen. Vooral als het gaat om partnerschappen aangaan enzovoorts enzovoorts. Nou, we hebben een uitgebreid gesprek met de SLM-directeur. Heer Gonish, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Jan. Hoe kan ik de SLM plaatsen binnen de ACS-conferentie? Nou, de SLM natuurlijk is ten eerste ook participant in de ACS-conferentie die hier gehouden wordt. We zijn ook in de exhibition te zien en te bezoeken. Maar nog meer is de belangrijkheid van de SLM in connectie met de ACS-conferentie die er nu is, is dat een van de punten die men graag verbeterd wil zien is connectiviteit in de regio, groter Caribisch gebied natuurlijk. En daar wil de SLM een grotere rol in gaan spelen en vandaar ook dat we ook hier participeren om te kijken hoe men dat ziet, tools mee te nemen, maar ook om te kijken naar mogelijke gesprekken en samenwerkingsverbanden die wij aangaan en aan kunnen gaan. Ja, transport is een van de hoofdpunten binnen de ACS. Heeft de SLM, en om met de deur in huis te vallen, al potentiële trajecten in beeld? Ja, voor de SLM, kijk, wij hebben in het kader van ons herstel van de SLM, ook als een van de punten die wij oppakken is het aangaan van samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingsverbanden zijn belangrijk voor de SLM niet alleen, maar meer nog voor het reizend publiek. Omdat met die samenwerkingsverbanden met andere airlines bijvoorbeeld, dan hopen wij en werken wij naar verbetering van connectiviteit. Dat is eigenlijk ook waar de ACS voor staat in dit kader nu, om te kijken hoe kunnen we de connectiviteit in het Caribisch gebied verbeteren. Vaak genoeg hoor je de klacht van ja, maar als je van punt A naar punt B binnen het Caribisch gebied wil gaan, dan moet je een hele omweg maken en dan komen op je eindbestemming. Nou, daar willen we samen met andere partners kijken hoe wij daar verbetering in kunnen brengen. En daar is de SLM ook al mee gestart. Begrijp ik het goed dat er nog meer vliegtuigen bij de vloot worden gehouden? Dat is één aspect van het brengen van betere connectiviteit. Een andere manier om dat ook te bewerkstelligen is door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere airlines in de regio. En kijken hoe kun je de schema's van elkaar op elkaar afstemmen en beter op elkaar afstemmen. Waarbij natuurlijk het reizend publiek daar meer profijt van kan hebben. Omdat je dan makkelijker kan bewegen, zowel voor personenvervoer, maar ook voor cargo tussen de regionen in. Ja. Kunt u enkele maatschappijen noemen met wie er gesprekken gaande zijn? Ja, ik wil niet echt namen noemen, maar ik kan u zeggen dat we zeker met 3 potentiële samenwerkingspartners praten in de regio. Grote maatschappijen? Dat zijn grote maatschappijen. Oké. Nou, als we even teruggaan naar 2020. De hele wereld wordt getroffen door COVID en de boel gaat op slot. Uiteraard heeft dat ook consequenties gehad, ook voor onze national carrier. Hoe is de situatie nu binnen het bedrijf? Kruipen we er langzaam uit het dal, om het zo te zeggen? Ja, zeker. Zeker kruipen we langzaam uit het dal. Het gaat gepaard met het totaal herstel van de SLM eigenlijk. U haalde aan de COVID-pandemieperiode. Dat is voor een heleboel luchtvaartmaatschappijen, om alleen maar over luchtvaartmaatschappijen te hebben, een heel vervelende periode geweest. Een heleboel maatschappijen hebben het ook niet gehaald en zijn kopje onder gegaan in deze periode. Voor de SLM gelukkig niet zo ver, in de zin dat wij nog bestaan. De SLM trouwens bestaat dit jaar al bijna 62 jaar, later in het jaar. En waar we nu aan werken is aan de komende 62 jaar. En dat betekent dat we nu een goede basis willen leggen voor die verdere vooruitgang en verder herstel van de SLM. Ja. Nou snap ik dat je niet binnen een jaar of twee uit de rode cijfers kan gaan. Maar hoeveel tijd geeft u het bedrijf nog om te kunnen zeggen van oké, we zijn eruit?
Ja, kijk, er zijn verschillende aspecten die je daarbij kan bekijken. Kijk, de SLM natuurlijk, en dat is geen geheim, draagt een aardige schuldenlast met zich mee. Dat betekent dat we de komende jaren nog bezig zullen zijn om daar aan die schulden te kunnen voldoen, de terugbetaling daarvan. Op zich geen probleem. Goede afspraken maken met de crediteuren, dat is belangrijk. En natuurlijk ook je proberen te houden daaraan, dat is nog belangrijker. Voor de SLM gaan we naar, ik denk, cashflow positief. Dat zit er aan te komen. Dat kan al binnen 1 tot 2 jaren gerealiseerd zijn van nu. En daar werken we keihard aan. En dan moeten we kijken dat we natuurlijk de juiste zaken op het juiste tempo en op de juiste periode uitvoeren om te komen tot die fase. Ten aanzien van de vloot, en dan denk ik in het bijzonder aan de Mid-Atlantische route. Mm-hmm. U had een Airbus, die is dus terug. Ja. Mogen we een eigen vliegtuig op korte termijn verwachten? Kijk, daar wordt aan gewerkt. En de SLM, ik kan u aangeven hoor, dat de markt op dit moment en ook in de achterliggende periode, vanaf na de COVID-pandemie, moet ik gelijk zeggen, is het reizen van mensen explosief toegenomen. Waarbij bijna een tekort aan vliegtuigen dreigt te ontstaan. Wat we zien is dat voor het type vliegtuig dat wij nodig hebben, de SLM althans in voor de operaties naar Amsterdam met name, dat die markt vrij krap zit qua mogelijkheden. Desalniettemin werken we eraan om op korte termijn of zo snel mogelijk te kunnen voorzien in eigen vloot weer op de Amsterdam operatie voor de komende jaren. Dat is waar we naar werken, naartoe werken. En dat is een challenge, zeker, maar het is wel iets waar we consequent mee bezig zijn en bezig zijn geweest de afgelopen periode. En de regionale vluchten, de vloot, die we mogen ook een uitbreiding op dat stuk verwachten? Ja, in ons going forward plan heeft de SLM ook dat meegenomen voor de komende jaren. En natuurlijk is op korte termijn tot misschien komend jaar dat we zeggen, ja, dan willen we ook op de regionale operatie weer wat uitbreiding hebben qua vloot. Dat klopt. Ja, we weten, we hoeven niet al te diep erop in te gaan, maar de bond heeft nogal wat gezegd over uw manier van leiding geven. Hoe reageert u daarop? Kijk, ik zeg, we zitten in een proces van herstel. En het proces van herstel, dan moeten wij allemaal willen veranderen. Ook ik moet willen veranderen. Ik ben bijna 32 jaar bij de SLM. Maar als ik denk dat ik het op dezelfde manier moet doen als ik het misschien 30 jaar heb gedaan, dan weten wij allemaal dat het ons misschien niet veel soelaas zal bieden. Mm-hmm. Dat betekent, we moeten willen veranderen. En die verandering gaat niet altijd makkelijk. Niet altijd heb je alle neuzen gelijk in één richting. Wat wel belangrijk is, dat we samen, ook met diezelfde bond, werken aan het verder herstel van de SLM en werken aan een goede toekomst. Er is een heleboel gezegd, ja, u hebt gelijk. En ik ben het met een heleboel niet eens, maar ook met een deel wel. Constateringen die zijn gedaan. Wat ik wel zeg is dat we samen moeten werken naar die mooie toekomst voor de SLM. SLM is namelijk belangrijk niet alleen maar voor de SLM'ers, maar meer nog voor Suriname. En dat is iets dat we moeten vasthouden en dat we moeten beseffen. Het moment dat SLM wegvalt, dan zien wij ook wat er gebeurt met de tickettarieven en noem maar op om ons heen. En ik denk dat je als land, voor Suriname is het belangrijk. We hebben nu nog niet een situatie waarbij we misschien toeristisch zo'n aantrekkelijke bestemming zijn voor mensen. Dat betekent de oil- en gasindustrie die is nog niet zo hard en goed van de grond gekomen. Daar is men mee bezig. Maar al dit soort dingen maken dat je nog niet zo aantrekkelijk bent voor andere maatschappijen om te komen vliegen op jouw bestemming als Suriname. En wat doet de SLM wel? Is waar anderen de plaat hebben gepoetst en weg zijn gegaan omdat ze zagen dat ze niet voldoende geld konden maken op Suriname, dan is de SLM wel gebleven door de jaren heen om die connectiviteit met Suriname te blijven onderhouden. Dat betekent dat de Sranamang kan vliegen, ja, maar dat ook zakenlui en anderen Suriname kunnen blijven bezoeken. Ik denk dat we kijken in de regio, kijk wie de operaties voor het grootste deel bevliegt in de regio. Ja. Dat is de SLM. Dus ik wil aangeven dat we niet moeten onderschatten de belangrijkheid voor de SLM, voor
voor Suriname als geheel. Tot slot, directeur. Suriname zonder SLM, hoe zou dat eruit zien? Ik denk dat ik voldoende heb gezegd daarnet. Ik denk dat we dat niet zo ver moeten laten komen. Ik denk dat het belangrijk, nogmaals onderschrijf ik het en wil ik onderstrepen, dat SLM belangrijk is voor Suriname. Ik zie ook dat vanuit de regering dat besef er ook is. SLM is belangrijk voor Suriname. En ik hoop dat we veel meer ondersteuning krijgen van onze eigen Suriname's om te blijven vliegen met de SLM. Maar ook voor andere toeristen en gasten die Suriname moeten bezoeken, dat ze echt met de SLM komen vliegen. Het SLM-product ook proeven. En het gaat niet altijd makkelijk voor ons, dus we blijven. En we zijn nog steeds een relatief kleine maatschappij met de nodige challenges. Ja. Echter, denk ik dat we als klein land, wat we neerzetten als SLM, dat we misschien een voorbeeld zijn voor, op dat gebied voor andere landen in de regio, wat wij als klein land hier kunnen presteren en wat we doen. Dus ik denk, laten we het omarmen, laten we er het beste van maken, laten we natuurlijk ook de juiste dingen blijven doen voor dit bedrijf, want uiteindelijk is het niet alleen maar dat het belangrijk is voor Suriname, maar het moet ook op commerciële basis goed draaiend bedrijf worden. En daar zetten we ons allemaal voor in. Dank u wel, directeur, en succes verder. Nou, dank je wel.